Yo mensen, mijn naam is Jan, ook al Raski genoemd. En vandaag heb ik voor jullie weer een Moab gameplay. De laatste video's van mij waren eigenlijk allemaal Moab gameplays. Ik weet niet of ik al een keertje een andere gameplay heb geüpload. Maar binnenkort komt er gewoon een SO gameplay voor jullie. Want dan wil ik het even over iets anders hebben dan de gameplay. Gewoon over een onderwerp, dus dan maakt de gameplay ook verder niet heel veel uit. Maar deze gameplay is van mijn broer Refnak. Ik ga er zo meteen allemaal meer over vertellen. Maar eerst wil ik jullie even bedanken voor de feedback op mijn Moab tips en tricks. Want ik heb de laatste 3 dagen natuurlijk 3 video's geüpload met Moab tips en tricks. En daar heb ik best wel veel aandacht aan besteed. Gewoon simpelweg om jullie te helpen hoe je Moabs kan halen. Allemaal tips moest ik verzinnen, et cetera. Maar ja, bedankt voor jullie feedback. Ik vind die reacties vond ik echt leuk om te lezen. Want ik kreeg een paar reacties van, ja, ik heb eindelijk mijn eerste Moab gehaald. Ik heb eindelijk mijn derde Moab gehaald na een hele lange tijd door jouw tips. En iemand anders reageerde ook, ja, ik... Ik speel mijn eerste game met de AK en jouw perks en ik heb meteen een Moab gehaald of meteen een 22 killstreak. Dat soort reacties vind ik echt leuk om te lezen. Leuk omdat jullie mijn tips opvolgen die ik voor jullie maak, die ik voor jullie bedenk. Het is eigenlijk gewoon mijn perk setup. Het waren allemaal mijn tips die ik zelf ook gewoon toepas. Dus ja, verder hoefde ik er niet heel erg lang over na te denken ofzo. Maar ik heb er toch wel over nagedacht omdat het ook weer niet zielige tips moeten zijn waardoor je echt... vet makkelijk mob zaalt. Dus ik ga daar natuurlijk niet in mijn commentary zeggen van ja, je moet gaan campen. Gewoon in een hoekje gaan zitten en een NPC van zetten met rapid fire. En dan gewoon in een hoekje gaan zitten en iedereen killen of zo. Nee, dat soort tips ga ik natuurlijk niet geven, want dat slaat helemaal nergens op. Maar even door naar de gameplay. In ieder geval bedankt voor jullie feedback. Dat moest ik nog even zeggen, want daar ging het eigenlijk om. Maar even door naar de gameplay. Dit is de gameplay van Refnak, mijn broer. Iedereen kent hem waarschijnlijk wel, want ik heb hem al heel vaak genoemd in mijn commentaries volgens mij. Hij kreeg soms ook message op zijn PlayStation. En toen ging hij helemaal naar mij toe. En toen zei hij, ja, dit is weer iemand van YouTube. Die wil me weer als vriend toevoegen. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat ik hem al heel vaak in mijn video's heb genoemd. En nu ook nog eens een gameplay van hem heb. Het is een bijna hipfire-only Moab. Het is niet een hipfire-only Moab, want hij zoomt volgens mij iets van 4... 3 kills zoomt hij in. Maar zo meteen krijgt hij ook nog eens een across no scope kill met zijn PP90M1. Maar hij speelt dus met de PP90M1 zoals ik net zei. Met de silencer en kick. Er staat geen rapid fire op. Staat geen extended max op. Gewoon, hij had het nog niet geunlocked. Dus hij had het er niet op staan. En van sowieso zet hij geen rapid fire op. Want dat vindt hij zielig. En extended max, als hij dat geunlocked hebt, dan zet hij dat er wel op. Maar ja, dat heeft hij nog niet geunlocked. En hier krijgt hij die no scope across de map. Gewoon, trrr, en bam, gewoon recht in zijn poepzak, jongen. Dat is gewoon niet normaal. Het was 50 meter of zo naar de andere kant van de map. En hij no scope die vent gewoon. Ik weet niet hoe mijn broer speelt. Maar hij heeft zo te zien, no scope die gewoon alles, man. Ik zoom automatisch. Als ik met de P90 speel, dan zoom ik gewoon automatisch in. Maar hij no scope gewoon alles. Hij dacht ook, ah, ik ga de hele dag kut. Ik no scope gewoon alles. Misschien gaat het dan wel goed. En hij had er gewoon een Moab mee. Dus dat vond ik best wel lollig. Daarom upload ik hem ook. En gewoon simpelweg. Zodat jullie even zijn gamestijl konden zien. Want hij speelt natuurlijk hetzelfde als mij. Ik had het in een andere commentary ook al gezegd. Maar dat is al heel lang geleden. Dat was een van mijn eerste commentaries. En toen zei ik dat ik eigenlijk gewoon de speelstijl van hem heb overgekopieerd. Want hij speelde natuurlijk Modern Warfare 2 op de PlayStation. Hij speelde Call of Duty 4 op de PlayStation. En ik heb... toen de tijd altijd naast hem gezeten. Ik heb altijd gekeken hoe die speelde. En hij campte eigenlijk nooit. En die speelstijl heb ik eigenlijk gewoon gekopieerd. Ik camp bijna nooit. Soms als ik de tactiek rush camp toepas. Zoals ik in mijn Moab tips en tricks zei. Dan camp ik natuurlijk wel. Maar eigenlijk campen wij twee nooit. Refnak camp nooit. Ik camp nooit. En ik heb gewoon zijn speelstijl gekopieerd. Om een beetje een goede speelstijl te krijgen. Want sommige mensen die zie ik ook al spelen. Die gaan heel lang in een hoekje zitten of zo. En dan krijgen ze misschien 5 kills per game. Maar ja, dat... daar heb je natuurlijk niks aan. Dus je kan het beste gewoon een beetje naar YouTubers kijken. Of gewoon naar vrienden van je kijken. Hoe hun spelen. Hoe hun veel kills halen. En dan gewoon een beetje die speelstijl kopiëren. Dat heb ik dus ook gedaan. En zoals je kan zien haal ik nu gewoon eigenlijk Moab naar Moab. Mijn broer die heeft ook al superveel Moabs gehaald. Mensen in mijn party. Mensen uit mijn clan zeg maar. Die hebben ook al superveel Moabs gehaald. En die mensen spelen eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Hier krijgt mijn broer echt superveel luck. Hij wordt geflasht. En toen ging hij liggen. En toen weet ik niet wat hij ging doen. Oh, hij liep gewoon weg zo te zien. Maar hij had best wel luck. Maar ja, dat heb je soms wel nodig als je een Moab haalt. Want zonder luck krijg je sowieso geen Moab. Dat is ook een van de beste tips. Je moet geluk hebben met een Moab. Je kan niet rondrennen als een kip zonder kop. Gewoon iedereen afknallen zonder een beetje geluk. Hier haalt hij de Moab alweer. En de gameplay zit er nog niet op. Ik heb hem doorgespoeld naar het einde. Maar ik speelde ook in deze room. Je ziet Jaraski de hele tijd de kill maken met zijn CM901. En de hele tijd doodgaan. Ik ga super vaak dood. Maar dat komt omdat ik niet met de CM901 speel. Met de shotgun attachment. En je hebt helemaal geen ene bal aan de... shotgun attachment in het spel. Je krijgt hitmarker na hitmarker, hitmarker na hitmarker. Ook al schiet je iemand in zijn oogkas, terwijl je 1 meter van hem afstaat, je krijgt gewoon een hitmarker met dat poepding. Je hebt er gewoon helemaal niks aan. Ik speelde gisteren ook even Black Ops, free for all. Toen dacht ik, oké, ik pak deze M14 af. Ik test even uit of de shotgun attachment op dit ding werkt. Maar dat, in Black Ops werkt het gewoon goed.
En toen in Modern Warfare 3, het werkt gewoon voor geen ene meter. Je krijgt alleen maar hitmarkers. Je krijgt nooit een kill. Ik heb hier volgens mij 15 kills of zo met dat ding gemaakt. En de rest heb ik met mijn nade gemaakt. Of met mijn MP9. Of met gewoon het echte wapen. Maar je hebt er helemaal niks aan. Ik dacht, ik probeer die attachment een keertje uit, weet je. Maar ik weet niet waarom die in het spel zit. Ze hebben hem in het spel gemaakt. Geen flauw idee waarom. Maar de gameplay zit er alweer op. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Ik ben een beetje hyper deze commentaar, maar dat maakt volgens mij helemaal geen ene reet uit. Maar geef deze video een duimpje omhoog. Laat een reactie achter. En ik zie jullie morgen weer met een nieuwe video. Wat waarschijnlijk geen mob zal zijn, maar ik weet het nooit zeker. Later.